hier te kunnen staan, ook al sta ik met twee benen nog steeds in mijn eigen studentenkamer. Ik wil jullie op deze zondagochtend namelijk meenemen naar een moment waarop ik me ook met name op mijn studentenkamer bevond. Dat was in september 2017. Ik lig in bed en staar naar de blauwe muur tegenover me, net als de afgelopen 3 maanden eigenlijk. Af en toe zet ik Netflix aan, maar ik merk eigenlijk al snel dat ik de verhaallijnen niet goed kan volgen. Op mijn bureau ligt een brief. Die ligt er al 2 weken en moet op de post. Maar op de een of andere manier krijg ik de activiteiten die horen bij het posten van een brief niet in logische volgorde achter elkaar geplakt. Ik heb het lang ontkend, maar inmiddels durf ik het hardop uit te spreken. Ik ben een van de 10.000 jongeren die tijdens hun studententijd in een burn-out belandt. Dat ik hierin niet alleen ben, bleek een aantal maanden geleden maar weer eens, toen de NOS kopte 80% van de jongeren op drempel burn-out. En als afgestudeerd data scientist moet ik wel toegeven dat er aan de statistiek van het onderliggende onderzoek nog wel het een en ander ontbrak. Maar het geluid kwam niet uit de lucht vallen. Afgelopen jaren neemt het aantal jongeren dat bezwijkt onder de zelfopgelegde druk in duizelingwekkend tempo toe. En ik zeg bewust de zelfopgelegde druk, omdat ik ervan overtuigd ben dat praktische zaken als een aangescherpt BSA, afgeschafte studiefinanciering, verhoogd collegegeld voor een tweede opleiding en langstudeerboetes eerder symptomen zijn van ons systeem dan de kern van het probleem. Die kern van het probleem is in mijn ogen dat er amper fundamentele updates hebben plaatsgevonden van ons onderwijssysteem sinds het ontwikkelen van het rendementsdenken in de jaren 70. En ik weet niet of u thuis wel eens geprobeerd heeft om een computer aan te slingeren die al 50 jaar geen fundamentele updates heeft gehad, maar dat is toch best een uitdaging. Ik pleit daarom voor een radicale verandering van ons onderwijssysteem. Een systeem waarin het individu weer centraal komt te staan. Waarin mentale gezondheid en weerbaarheid een belangrijke plek krijgt. En waarbij voorlichtingen niet wordt aangegeven bij welke grote multinationals onze alumni nu werken, maar wat de kernwaarden waren van alumni die zowel goed gepresteerd hebben als heel erg hebben genoten van hun opleiding. Waarin niet alleen wordt gestimuleerd om het maximale uit jezelf te halen, maar vooral om dit op een gezonde manier te doen. Waarin jongeren niet langer worden weggezet als een groep idealisten met sympathieke ideeën, maar als de ervaringsdeskundigen van deze tijd. Waarin niet de student wordt geprezen die het snelst zijn opleiding heeft afgerond, maar de student die tijdens deze periode het meest over zichzelf heeft geleerd. En denkt u nu thuis, oef, ik weet niet of dat allemaal haalbaar is, dan nodig ik u heel graag uit om met mij in gesprek te gaan over wat er wel haalbaar is. Stuur mij gerust een berichtje op LinkedIn of uiteraard hier op het platform. Dan wens ik u nog heel veel plezier de rest van de dag en onwijs bedankt voor het luisteren. Alicia, dank voor jouw presentatie. Korte vraag aan jou, wat is dus haalbaar? In mijn ogen moet alles haalbaar zijn, maar wel op een realistische tijdlijn. Oké.